Nu ben ik toch echt wel benieuwd wie er op deze prachtige lentezondag om 8 uur live gaat kijken naar mijn tips om meer chocola te eten. Het is natuurlijk wel een hele goede reden. Goedenavond allemaal, of wie uitgesteld kijkt. Goeiedag, goeiemiddag. Als je uitgesteld kijkt, laat even weten. Gooi even replay in de commentaren. Dan weet ik dat je het gezien hebt. En als je live kijkt, laat dat ook even weten. En vertel even wat voor grandioos, moois en gezelligs jij op deze prachtige lentedag hebt gedaan. Mijn naam is Tanja, voor wie mij nog niet zou kennen. Ik ben health en wellnesscoach. En elke zondagavond kom ik even bij jullie langs om jullie wat dingetjes te geven, tips, advies en dergelijke, om jullie leven een beetje meer kleur te geven, om jullie gezondheid een boost te geven. Kortom, om jullie levenskwaliteit naar een volgend niveau te tillen. En zo kom ik op zondagavond jullie tank een beetje vullen voor de week die komt. En vandaag gaat het dus over chocolade. Ik sta hier vandaag in mijn keuken omdat ik een aantal leuke receptjes voor jullie heb. Dat had ik beloofd vorige week. Ik had één recept beloofd en dat ga ik straks live maken. Maar ik heb tussendoor ook nog wel wat andere leuke receptjes tussendoor. Om het een beetje goed te maken. Ben jij ook zo een chocoladefan? Dan zijn we met twee. Of misschien zijn we wel met meer. Ik denk het wel. En waarschijnlijk heb je nog wel wat paaseitjes of zo ergens liggen of zitten, want vorige week was het Pasen. En dan eten we toch allemaal een beetje extra chocolade. Maar eigenlijk is dat dus nog zo slecht niet. Tenminste, als je kiest voor de goede chocolade. Want de meeste chocolade bevat eigenlijk helemaal niet zoveel chocolade. Weet je dat de meeste chocolades die je koopt in de supermarkt of in de handel, dat die voor maximum 10% meestal cacao bevatten, chocolade dus. En dat is niks. Als je chocolade kiest, dan moet je gaan voor minstens 70% cacao. Want het is die cacao, dat is chocolade. En het is die chocolade, die cacao, die een aantal belangrijke gezondheidsvoordelen voor ons heeft. En daar wil ik het vandaag over hebben. Ik heb 5 goede redenen waarom jij chocolade, meer chocolade mag eten. Dat wordt allemaal duidelijk. Het gaat dus over donkere chocolade. En het is die donkere chocolade die zoveel gezondheidsvoordelen heeft. Voor je brein, voor je hart- en bloedvaten, voor je huid en voor je humeur. Allemaal goede redenen. Wordt zo meteen duidelijk. Als je iemand kent die houdt van chocolade en die altijd zegt van oh, ik heb zo zin in chocolade, maar ik mag niet, tag die dan even in deze, onder deze video, want die gaat heel blij zijn. En als je mensen kent die jou zeggen dat chocolade eten helemaal niet goed is, tag die dan ook heel even, want ik heb hier, zoals meestal, de wetenschap die achter ons staat en die ons vertelt dat dat dit echt wel een goed idee is. Oké. Waarom is chocolade nu eigenlijk zo goed? Wel, het gaat over de polyphenolen die erin zitten. Polyphenolen zijn stofjes die heel veel gezondheidsvoordelen hebben voor ons. En polyphenolen, daarvan weten we dat die bijvoorbeeld zitten in de acaiberries, de acaibessen en in de blauwe bessen. Nu blijkt dat in chocolade er nog veel meer zitten. Als ik zeg chocolade, dan heb ik het over de donkere chocolade die minstens 70% cacao bevat. Ik heb het eigenlijk over cacao. Oké? Dat betekent dus niet, mensen die nu intunen, hallo, niet onmiddellijk wegrennen en paaseier gaan halen of een Mars of een Snickersreep gaan halen. Nee. Het gaat over de chocolade minstens 70% cacao. En als je zegt, ja, ik heb zelfs, je vindt zelfs 100% cacao, of deze bijvoorbeeld, 99% cacao. Er zit ook wel een beetje suiker in hoor, in deze. Maar dit is heel, heel bitter. Maar weet je, daar moet je gewoon aan wennen. Als ik mensen mijn chocolade laat proeven, die rauwe chocolade is dan meestal hoog gehalte in cacao, dan zeggen die van, boe, dat is zo bitter. Ja, cacao is bitter.
Maar als je geleidelijk aan opbouwt, 70, 80, 90 en dan naar 99 of 100% gaat, dan geraak je die bittere smaak wel gewend hoor. Trouwens, wat een heel goed idee is, is als je koffie drinkt, gezonde koffie, hè, goede koffie, 's ochtends, doe er dan een klein stukje zwarte chocolade in. Dat is heel lekker. En je hebt dan ook meteen de voordelen van die polyphenolen mee. Een goede start om je dag mee te beginnen. Dus, ik zei het al, die polyphenolen of die cacao, die is zeer goed voor je hart- en bloedvaten. En ik heb het allemaal opgeschreven hoor, want ik wil mij hier niet vergissen. En ja, het is goed voor hart- en bloedvaten. Ik heb het van een hartchirurg, dus we mogen aannemen dat het klopt. Het is namelijk zo dat cacao of die polyphenolen, die helpen je lichaam om stikstofoxide te produceren. En dat stofje speelt een heel belangrijke rol in het beschermen van je hart en je bloedvaten. Verder is het goed voor je cholesterol. Aha, jawel. En voor je bloedsomloop. In het algemeen, ook voor je bloeddruk is het goed. Dus allemaal goede redenen. Dus dat is de tweede reden. De derde reden is dat het je hersenfunctie verbetert. Dat betekent dat je, als je cacao eet, chocolade dus, dan verhoog je je capaciteit om kennis op te nemen. Je verbetert je geheugenfunctie. Je verbetert zelfs je verbale vaardigheden. En er was nog iets, een betere focus ook. En reactietijd. Dus je reactietijd, je reageert sneller. Je assimileert beter. Dus voor de studenten eigenlijk een heel goed idee om nu en dan een stukje zwarte chocolade te eten. Trouwens, heb je wel eens avocado chocomousse gemaakt? Dat is super lekker. Avocado chocomousse maak je een avocado. Dan voeg je daar 2 eetlepels rauwe cacaopoeder aan toe. Bijvoorbeeld deze. Maakt niet uit van welk merk, hè. Gewoon een rauwe cacaopoeder, ongezoet, onder gewoon pure cacaopoeder. Je doet daar een klein snuifje zeezout in. En een klein beetje ahornsiroop of xylitol om het een klein beetje zoet te maken. Of als je houdt van stevia, kun je er stevia in doen. En dat mixen, dat is zalige en gezonde chocomousse. Moet je echt eens proberen, is echt de moeite waard. Zie hier al mijn eerste tussendoor receptje. Mijn vierde tip of vierde reden waarom het goed is om af en toe een stukje echte goede donkere bittere chocolade te eten, is omdat het goed is voor je, let nu op hè, wat ik nu ga zeggen, je gaat het niet geloven, maar het is goed voor je huid. Het is goed voor je huid, het beschermt je huid. Het beschermt zelfs je huid tegen schade van UV-stralen. En toen ik jong was, had ik ontzettend veel puistjes. Ontzettend veel. En iedereen zei tegen mij, je mag geen chocolade eten. Inclusief mijn huisarts zei, geen chocolade eten. Ik heb jarenlang daarom geen chocolade gegeten. Dus, maar echt heel lang. Jaren en jaren en jaren. Blijkt nu dat dat helemaal niet waar is. Ja, pas op. Als je melkchocolade eet, dus zeg maar de chocolade die de meeste mensen eten, daar zit melk in, of melkpoeder of afgeleide. Daar zit suiker in en daar zit andere rotzooi in, die eigenlijk die chocola vermoost, ging ik zeggen. Dat zeggen ze hier in het Gentse, hè? Vermozen. Snap je? Verknoeien. Verknoeien. Dus dat verknoeit die chocolade. En melkproducten, daarvan weten we, koemelkproducten, dat is gegarandeerd. Als je pukkels hebt, koemelkproducten laten en het gaat meteen al veel beter. Neem het van mij aan. Dus dat is dus helemaal niet waar. In cacao zitten er stofjes die je huid beschermen tegen UV-stralen, die ervoor zorgen dat je huid gladder is, dat ze steviger is zelfs. En dat ze er meer gehydrateerd gaat uitzien. Dus allemaal hele goede, leuke dingen. Allemaal goed nieuws toch zeg. Maar al die goede redenen zijn natuurlijk, ik ging zeggen met een korrel zout te nemen. Nee, dat is niet waar. Maar blijft natuurlijk de goede raad erbij. Dat
je chocolade met mate moet eten, dat is wel duidelijk. En wat is mate? Ik heb het even opgezocht. 15 gram per dag max. 15 gram per dag, dat is minder dan 2 zo'n kleine gevulde paaseitjes. Dus dat is niet zoveel. Maar dat is wel oké. En geloof me, als je van die echte pure bittere chocola neemt, dan hoef je ook niet meer. Het is die suiker en die andere rotzooi die ze in andere chocolade steken, die zorgt dat je altijd maar meer en meer en meer en meer en te veel chocola wil eten. Snap je? Dus pure bittere chocola, max 15 gram per dag. Niet zoveel, best genoeg. Oké. Oh, en dan nog een laatste, vijfde goede reden om af en toe chocolade te eten is: it boosts your mood. Het geeft je humeur een boost. Het zorgt er namelijk voor, cacao zorgt ervoor, dat jij meer serotonine en dopamine gaat produceren. En dat zijn je twee happy hormones. Dat zijn de twee hormonen waar jij helemaal blij en gelukkig van wordt. Dus die gaat je lichaam meer aanmaken. Dat betekent dat je gemakkelijker tot rust gaat komen. Je gaat je gemakkelijker kunnen ontspannen. Je gaat je rustiger voelen in het algemeen. Je gaat je gelukkiger voelen. En zelfs, je gaat je energieker voelen. Dus je gaat, je gaat je zowel rustiger als energieker voelen. Ook weer die balans. Heel tof. Nog een leuk receptje. Ik heb even de hoeveelheden opgeschreven. Als je donkere chocolade, ongeveer 60 gram, smelt, laat smelten, bij aubain-marie. En je mixt een handjevol, 30 gram ongeveer, hazelnoten in stukjes, gehakte hazelnoten. Je mengt dat. En dan zet je zo kleine rotjes op een schotel met bakpapier. Je zet die erin en je zet dat even in de diepvriezer tot ze echt helemaal goed hard geworden zijn. Oh, dat is echt super lekker. En zo'n rotje bij de koffie, heerlijk. Dus allemaal goede redenen. 5 goede redenen waren dat om met mate, maar toch wel te genieten van die delicatessen waar wij Belgen allemaal zo van houden. Terecht dus. Maar kies verstandig en overdaad schaadt ook bij chocolade. Dan heb ik nog... ik zie dat er mensen kijken, maar ik zie niet wie. En mijn telefoon staat te ver en ik ben mijn iPad vergeten te zetten, dus ik zie niet wie er kijkt en ik zie ook niet of er vragen zijn of zo. Enfin, dag lieve mensen die live kijken en dag lieve mensen die uitgesteld kijken. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Als het waardevol is voor jou, laat het even weten. Reageer even. Geef mij een duimpje, een hartje, whatever. Dan weet ik dat er ook iemand is aan de andere kant van de camera. Anders wordt het hier een beetje eenzaam. Goed, ik heb nog een superleuk receptje voor misschien morgen vroeg. Ik zal het nu niet meer drinken. Want het is een energiedrankje. Het is een heerlijk drankje. Heel verfrissend ook. Voor als je misschien morgen een wandeling hebt gemaakt. Of je hebt gesport, of gewoon 's ochtends als ontbijt, kan dat ook, of als tussendoortje. Dan is dit een heel lekker en heel gezond en verantwoord receptje. Wat hebben we nodig? Wij hebben nodig 250 ml ongezoete kokosmelk. Dit is mijn favoriet van Ecomil. Ik haal het in de bioshop. Super lekker, is een beetje romig. Dus dat doe ik in mijn... in mijn mixertje. Dan doe ik er 1 schep van mijn eiwitrijk chocoladepoeder bij. 1 schepje. Maakt niet uit welke jouw favoriete proteïnepoeder is. Maar dit is wel lekker met chocolade. Mijn advies is altijd: kies voor plantaardige bronnen van eiwitten. Die zijn makkelijker te verteren, zeker voor dames. Dan doe ik er nog wat. We hebben het over chocolade. Ik heb het al gehad over mijn rauwe chocoladepoeder. Weet je nog daarnet mijn receptje met avocado en die rauwe chocoladepoeder? Super lekker, maak ik met deze. Maar ik gebruik dat heel vaak. Dus ik doe 2 koffielepels van
2 koffielepels van deze rauwe chocolade cacao poeder doe ik erbij. 1 eetlepel olijfolie. Ja, vroeger schrok ik daarvan, maar olijfolie is voor ons zeer, zeer, zeer goed. En trouwens, die olijfolie die zorgt ervoor niet alleen dat je drankje wat meer body krijgt, maar dat zorgt er ook voor dat al die goede stofjes in die cacao veel beter worden opgenomen. Dus kies voor een zachte olijfolie. Deze is eigenlijk een beetje te sterk van smaak, maar ja, ik ben dat wel gewoon, maar kies voor een extra vierge zachte olijfolie. En dan doe ik er nog 1 theelepeltje vanille. Dit is gemalen vanille. Of je kunt ook kiezen voor vanille-extract. Doe ik ongeveer 1 theelepeltje. Voilà. Een snuifje zeezout. Klein snuifje zeezout. Ik heb hier Keltisch zeezout. Je kunt ook voor van dat roze Himalaya zout kiezen, maar in elk geval zeezout en niet geraffineerd. Je ziet het hier aan de kleur, het is helemaal niet wit en het is ook zo'n beetje plakkerig, maar dat is het zuivere zout. Dan doe ik er ook nog een theelepeltje van mijn favoriete koffie, gezonde koffie bij, want ik heb het graag een beetje, ik heb graag die mokka smaak. En dan, wat heb ik nog? Waar ik van hou, maar dat is een optie, is een beetje verse gember. Ik doe dat er altijd in. In elke shake die ik maak is er verse gember. En dan doe ik een paar ijsblokjes erin. Voilà, voilà. Waar heb ik dan mijn dingetje? Het staat nog hier. Even de mixer erop in mijn Nutribullet. Kun je die zien staan eigenlijk? Nutribullet, ja. Die gebruik ik altijd. Heel handig voor 1 of 2 porties. Voilà. En die is klaar. Die is helemaal klaar. Lekker. Energiek, fris, gezond drankje. Boordevol goede stofjes, gezonde stofjes. Un délice. Heerlijk. Voilà, dat was mijn receptje dat ik eigenlijk vorige week al beloofd had. Hierbij helemaal. Ik zal het ook even in de commentaren of in de beschrijving zetten ergens. Of ergens zetten dat je het kunt downloaden. Als je nu geen rauwe cacaopoeder in huis hebt, dan kun je het ook gewoon doen met een paar stukjes zwarte chocolade. Maar dan wel zwarte chocolade. Als je geen kokosmelk hebt, dan kun je bijvoorbeeld amandelmelk gebruiken. Liever geen koemelk. Jullie weten ondertussen waarom. Koemelk is fantastisch voor kalfjes, maar niet voor mensen. Of amandelmelk kun je het ook wel doen, maar dit met die kokos heeft zeker nu, zo naar de zomer toe, lente, zomer, heeft toch wel echt een meerwaarde, denk ik. En voilà, dat was het voor nu. Eens even kijken. Zie ik wie er kijkt? Is er iemand aan het kijken? Ik weet het niet. In elk geval, als je gekeken hebt, hartelijk dank. Ik hoop dat je een prachtige week beleeft. Ik hoop dat we verwend worden met net zo mooi zomers lenteweer als vandaag. En ik hoop dat dit voor jou toch wel wat inzicht heeft gebracht in hoe gezond chocolade voor jou kan zijn. Ik wens jou een fantastische week en ik zie je heel graag een volgende keer terug. Tot dan, bye bye!